Dag kijkers, ik ben Abby Geel met het Cookie Time journaal, voor elke Surinamer en vrienden wereldwijd. Ga er weer lekker voor zitten, want er is weer veel gebeurd in ons mooi Suriname. Drie fracties eisen spoedvergadering over problemen in de reissector. Paramaribo de fracties van de Nationale Democratische Partij, de Nationale Partij Suriname en Broederschap en Eenheid in Politiek in de Nationale Assemblée, DNA willen zo snel mogelijk een spoedvergadering om de ernstige problemen in de rijstsector te bespreken. Ze hebben een brief gestuurd naar de voorzitter van DNA, Marinus B., waarin ze dit verzoek doen. Al meer dan een week zijn de rijstboeren uit Nickery erg ontevreden over de compensatie die door de regering is aangeboden. Het bod van de regering is afgewezen door de boeren, die vorige week gingen protesteren op straat. Dit heeft geleid tot veel onrust in de samenleving omdat de boeren vinden dat de regering opnieuw haar beloftes niet nakomt. Zelfs nadat SRD 60 miljoen is goedgekeurd, hebben de rijstboeren dit bod afgewezen. Ze twijfelen aan de verklaring van de minister dat de SRD 60 miljoen betrekking heeft op het totale ingezaaide areaal van 30.000 hectare, terwijl de boeren zeggen dat er slechts 17.000 hectare is ingezaaid. Dit betekent dat er mogelijk 13.000 hectare frauduleus is opgegeven. Wat ten koste gaat van de boeren die werkelijk ingezaaid hebben en van de samenleving. De fracties eisen transparantie en willen dat de minister zo snel mogelijk uitleg komt geven in de DNA. Ze hopen snel bij elkaar te komen om de situatie met de regering te bespreken. Man treft auto gesloopt aan na vakantieperiode. Paramaribo, een man, kreeg de schrik van zijn leven toen hij op 31 juli terugkwam van een vakantie van vier maanden en ontdekte dat zijn auto, die hij goed had afgesloten, Gedeeltelijk gesloopt was. Kwaadwilligen hadden in de nacht van 30 op 31 juli de auto aan het molenpad gesloopt. Ze hebben de autolampen en de achterbumper meegenomen. Iwan Boutersen, een vriend van de benadeelde, vertelt dat de man vier maanden in Nederland op vakantie was geweest. Ze waren waarschijnlijk op zoek naar waardevolle spullen in de auto, zegt Boutersen. Volgens hem was de auto nog intact toen hij op 30 juli langs de auto ging. Maar de volgende dag, toen zijn vriend terugkwam, bleek de auto gesloopt te zijn. Hij had niemand gevraagd om op zijn huis te letten, en daarom is dit gebeurd, voegt Bouterse eraan toe. Eerder was er al ingebroken in zijn huis en was de tv gestolen, omdat hij niemand had verteld dat hij op vakantie ging. Bouterse hield af en toe toezicht op de woning van zijn vriend. Verder zijn ook de hydrofoor met pomp en enkele koperen buizen verdwenen. De man weet nog niet hoeveel schade er precies is, omdat hij geen sleutel heeft van de poort. Moet hij zijn buurvrouw vragen om toegang tot het terrein. Op camerabeelden van de buurman is te zien dat kwaadwilligen spullen wegdragen. Man vraagt rechter hem te laten gaan om schoolspullen te kopen voor kinderen. 6 augustus 2024. Paramaribo een man heeft gisteren voor de rechter toegegeven dat hij betrokken was bij de handel in extasipillen. Hij vroeg de rechter om hem vrij te laten, zodat hij schoolspullen kon kopen voor zijn twee kinderen, omdat zijn vrouw niet genoeg salaris ontvangt om dit te doen. RS was gearresteerd nadat de politie meer dan 4000 ecstasypillen bij hem had gevonden. Hij beweert dat hij de pillen van een neef uit Nederland heeft gekregen. Eerst wist hij niet wat hij ermee moest doen, maar toen zijn bedrijf slecht ging, vroeg hij een partner om hem te helpen de drugs te verkopen. Zijn partner is inmiddels weer vrij. En RS hoopt dat de rechter rekening houdt met zijn omstandigheden. Zijn advocaat vroeg de rechter om de verdachte een kans te geven. RS heeft altijd meegewerkt met het onderzoek en heeft nooit ontkend dat hij fout zat. Medewerker Nieuwmond aangehouden voor fraude. 6 augustus 2024. Paramaribo, de verdachte onder andere, is vrijdag door de politie van Meerzorg aangehouden. Hij wordt verdacht van het vervalsen van aanvraagformulieren en het goedkeuren van deze formulieren in het computersysteem van Newmont, waardoor hij een Ford Ranger en transportdiensten heeft laten regelen door een import- en exportbedrijf. De leiding van Newmont Suriname heeft op 2 juli aangifte gedaan tegen onder andere en anderen die betrokken zijn bij deze zaak. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat het voertuig, een Ford Ranger, Nooit bij Nieuwmond is aangekomen en dat de transportdiensten nooit zijn uitgevoerd. Door deze handelingen heeft Nieuwmond Suriname een groot geldbedrag in USD verloren. Na de overdracht van het geld aan het import- en exportbedrijf, werd het bedrag overgemaakt naar de rekening van een fictieve vriend van onder andere die niet bleek te bestaan. Het geld werd dus op de rekening van onder andere zelf gestort. Bij een onderzoek op zijn adres werden twee voertuigen, een Ford Ranger en een Mercedes-Benz, aangetroffen en in beslag genomen, evenals andere goederen die waarschijnlijk met de gelden van Newmont zijn gekocht. De eigenaar van het import- en exportbedrijf meldde zich op 31 juli bij de politie en werd ook aangehouden. Het bleek dat hij niet op de hoogte was van de fraude van onder andere en hij heeft het geld dat op zijn rekening was gestort teruggegeven aan de politie. Ook het verloren geldbedrag van Newmont is bij onder andere teruggevonden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is onder andere voorlopig vastgezet, terwijl de eigenaar van het importbedrijf is vrijgelaten. Jongere organisaties waarschuwen voor toename drugsgebruik. 6 augustus 2024 Paramaribo-jongere organisaties roepen jongeren op om tijdens de komende vakantieperiode goed op te letten tijdens uitstapjes en niet zomaar te feesten. Dwight Smith, jongerenwerker Adviseert jongeren om voorzichtig te zijn met drank en niet zomaar iedereen te vertrouwen. Hij waarschuwt ook voor de gevaren van drugsgebruik. Hij benadrukt dat jongeren niet met de stroom mee moeten gaan en stoergedrag moeten vermijden. Smith legt uit dat drugs in allerlei vormen beschikbaar zijn, zoals gummies en cakes. Hij merkt op dat jongeren steeds vaker drugs gebruiken om te experimenteren tijdens hun vrije tijd. Ook waarschuwt hij voor het ongeoorloofd toevoegen van drugs aan iemands drank, wat strafbaar is en kan leiden tot ernstige juridische gevolgen. Hij roept de politie op om strengere controles uit te voeren, vooral tijdens de vakantie en op privu-uitstapjes met toerbussen. Een andere jongerenwerker vraagt ouders om met hun kinderen te praten voordat ze op stap gaan en ervoor te zorgen dat er toezicht is als de kinderen ergens blijven slapen. Het is belangrijk dat ouders ervoor zorgen dat hun kinderen veilig zijn en niet zomaar iets aannemen van anderen. Bewoners Moengo verontwaardigd over uitblijven papieren voor aangevraagde grond. 5 augustus 2024. Paramaribo bewoners van de Burnsideweg in Moengo zijn erg boos omdat ze sinds 2017 een stuk grond hebben aangevraagd, maar nu worden er werkzaamheden uitgevoerd op hetzelfde perceel. Ze zijn ontevreden dat ze hun werk moesten stoppen. De verantwoordelijke functionaris heeft gezegd dat ze weer kunnen beginnen zodra hij met de minister heeft overlegd. De bewoners vinden het onterecht dat zij al geld hebben betaald om het perceel officieel aan te vragen en nu ook al een machine hebben ingehuurd om te werken. Ze vragen dringend de overheid om hulp bij het oplossen van hun probleem. Ze vinden dat ze recht hebben op een stuk grond en willen dat iemand anders de grondaanvraagpapieren opnieuw bekijkt. Ze willen graag op het perceel bouwen, omdat hun huidige woonplek onder water loopt. Het gaat om een overheidsproject, dus zij denken dat er geen kosten aan verbonden zouden moeten zijn. Ze eisen een snelle oplossing en hopen dat er een vertegenwoordiger met de minister zal praten om tot een oplossing te komen. Houtenbrug bij Toelui Foutkanaal tijdelijk afgesloten. 5 augustus 2024. Paramaribo het ministerie van Openbare Werken, OW en het commissariaat Wanika Zuidoost hebben gemeld dat de houten brug bij het Toeluif-Foutkanaal, ter hoogte van de Montpleizerweg, tijdelijk is afgesloten. De brug is momenteel niet toegankelijk omdat er een groot risico is dat deze kan instorten. Helaas hebben kwadwilligen de barricades verwijderd en maken zij onterecht gebruik van de brug. Het commissariaat benadrukt dat het ten strengste verboden is om de houten brug te betreden of te gebruiken. De veiligheid van alle weggebruikers staat voorop. Alle weggebruikers worden dringend verzocht om de alternatieve route via de betonnen brug te nemen om het Maritreitenproject te bereiken. Wie ervoor kiest om de barricade te negeren en over de houten brug te rijden, doet dit op eigen risico. Overzichtelijke kassabonnen per 1 september verplicht. 5 augustus 2024. Paramaribo vanaf 1 september moeten kassabonnen duidelijk de naam van de winkel, de gekochte producten, de prijzen en de BTW vermelden. Dit nieuwe beleid is bedoeld om consumenten beter te beschermen en meer inzicht te geven in hun aankopen. Winkeliers moeten zich voorbereiden op deze veranderingen, omdat afwijkingen van de nieuwe vereisten kunnen leiden tot boetes. Het vernieuwde prijssysteem zorgt ervoor dat klanten precies weten waarvoor ze betalen en dat er geen verborgen kosten zijn. Het is belangrijk dat deze informatie helder en overzichtelijk wordt weergegeven om transparantie in de transacties te waarborgen. Consumenten worden aangemoedigd om hun kassabonnen goed te controleren en eventuele onregelmatigheden te melden bij de autoriteiten. Twee mannen aangehouden na inbraak in Gim. 6 augustus 2024 De Surinaamse politie heeft twee mannen aangehouden in verband met een inbraak in de 4R Gim op vrijdag 2 augustus. Het incident betrof een diefstal waarbij een beveiligingscamera werd gestolen. Na het bestuderen van de camerabeelden, werd de 21-jarige NS geïdentificeerd als een van de verdachten. Bij zijn arrestatie werd de gestolen camera aangetroffen in zijn slaapkamer. Ondanks zijn ontkenning van betrokkenheid, werd hij overgedragen aan station Meerzorg voor verdere ondervraging door een hulpofficier van justitie. In het verlengde van deze zaak werd op maandagavond 5 augustus nog een verdachte opgepakt door de stootgroep van Regio Oost. Dit betreft de 36-jarige JH die te kwata werd gearresteerd. NS zou tijdens verhoor hebben verklaard dat hij de gestolen computer met bijbehorende accessoires aan JH zou hebben verkocht voor een bedrag van 600 SRD. De computer en accessoires zijn teruggevonden in de woning van JH en zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Beide verdachten en de in beslag genomen goederen zijn overgedragen aan station Meerzorg voor vervolgonderzoek en juridische stappen. Jongens stelen fiets bij inbraak op school. 6 augustus 2024. Op vrijdag 2 augustus hebben drie jongens ingebroken in een opbergruimte van een school in het ressort Uitvlucht, Suriname. Beveiligingscamera's van de school hebben het hele incident vastgelegd. De beelden tonen hoe de jongens eerst de deur van de opbergruimte forceerden en daarna een cementplaat wegtrokken om toegang te krijgen tot de binnenruimte. Eenmaal binnen hebben ze verschillende voorwerpen gestolen, waaronder een gazelle fiets met een geschatte waarde van 400 euro. De politie van uitvlucht werd direct op de hoogte gesteld van het incident en arriveerde snel ter plaatse om het onderzoek te starten. De school heeft na de inbraak maatregelen genomen om de beveiliging te verbeteren en verdere incidenten te voorkomen. De politie doet momenteel alles in hun macht om de verantwoordelijke jongens op te sporen en gerechtigheid te brengen voor de gestolen goederen. Geestelijk zieke man valt groep aan met houwer en stenen. 6 augustus 2024 Op zondagavond heeft een geestelijk gestoorde man in Suriname een groep mannen aangevallen met een houwer en stenen. Het voorval vond plaats op de Schatterpalstraat, waar de mannen langs de woning van de verdachten liepen. De aanvaller begon de mannen eerst met stenen te bekogelen, wat leidde tot een verhitte woordenwisseling. Tijdens deze confrontatie haalde de mannen houwer tevoorschijn en zwaaide daarmee in de richting van de groep, wat resulteerde in een verwonding bij een van de mannen, die snijwonden aan zijn neus en tenen opliep. De politie van Livorno werd opgeroepen om de situatie te beoordelen en trof de verdachte ter plaatse aan, die aanzienlijke verwondingen had. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden zowel de verdachte als de betrokken mannen heen gezonden. Dit incident roept vragen op over de noodzaak voor betere ondersteuning van geestelijk gestoorde personen en de veiligheid van de gemeenschap. MinOWC bevestigt aanstelling Broerminister Ori. 6 augustus 2024. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Minho WC, in Suriname heeft op zondag gereageerd op een artikel van Waterkant.net, waarin werd bericht over het voortzetten van het verwens en family-beleid door minister Henry Ori. In het persbericht bevestigt het ministerie dat de jongere broer van Ori inderdaad is aangesteld om te helpen bij toezicht op verschillende bouw- en inspectieprojecten. Het ministerie benadrukt dat deze aanstelling pro deo, oftewel onbetaald, is. Het persbericht richt zich ook tegen Waterkant.net en beweert dat het medium geen bewijs heeft geleverd voor beweringen over betaalde functies. Het ministerie wijst op een misinterpretatie in de berichtgeving, waarbij gesteld wordt dat Waterkant.net onterecht implicaties heeft gemaakt over een betaalde rol. De zaak wordt verder bemoeilijkt door het feit dat de PL en ABOP nu afzonderlijk van elkaar naar de verkiezingen gaan. De aanstelling van de broer en andere benoemingen binnen de partij worden steeds meer onder de loep genomen. Politie vindt gestolen camera in slaapkamer Dief. 6 augustus 2024. De politie van Meerzorg heeft recent een gestolen camera van 4 ergim teruggevonden in de slaapkamer van de verdachte SV, ook bekend als Boja. Het incident vond plaats op 2 augustus, toen een aangifte van diefstal werd gedaan bij de politie, na de inbraak waarbij de camera werd gestolen. Camerabeelden van de gym hielpen de politie bij het identificeren van de verdachte, die later werd aangehouden. Ondanks SV's ontkenning van betrokkenheid bij de inbraak, werd de camera bij hem thuis aangetroffen. De dief is inmiddels in verzekering gesteld en zal worden voorgeleid aan de rechter. De politie heeft de gestolen camera teruggegeven aan vier Ergim, dat nu verder kan met de versterking van hun beveiligingsmaatregelen om toekomstige inbraken te voorkomen. De zaak benadrukt het belang van effectieve camerabewaking en snelle politieinterventie bij het oplossen van dergelijke misdaden. Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag beslist dat het strafvorderlijke beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname die in april 2018 op Schiphol is gelegd, niet zal worden opgeheven. De Centrale Bank van Suriname, CBVS, samen met haar krimbank, Finabank en DSP Bank, had eerder beklag ingediend tegen de inbeslagname. De rechtbank Noord-Holland en het Gerechtshof Amsterdam hadden eerder dit beklag gegrond verklaard, maar het Openbaar Ministerie OM heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat de beslissingen van de lagere rechters niet in stand konden blijven en verwees de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag. Het Hof oordeelt dat de CBVS geen aanspraak kan maken op immuniteit van strafvorderlijk beslag, omdat het geld niet haar eigendom is, maar van de drie handelsbanken. De CBVS en de banken betwisten dit en bepleiten de teruggave van het geld, aangezien het om nog steeds geen strafzaak heeft ingediend. De uitspraak benadrukt de complexiteit van internationale geldtransacties en de juridische uitdagingen die komen kijken bij de beslagen van grote sommen geld. Korpschef, diepgaand onderzoek herstart naar Doodkoeding. 6 augustus 2024. Tijdens een herdenkingsdienst op de plek waar inspecteur Herman Goeding 34 jaar geleden werd vermoord heeft korpschef Braaie Isaacs aangekondigd dat het diepgaand onderzoek naar Goodings dood opnieuw is gestart. De ceremonie vond plaats aan de waterkant, waar bloemen en kransen werden gelegd ter nagedachtenis aan Gooding, die op 4 op 5 augustus 1990 werd doodgeschoten. De herdenking werd georganiseerd door Stichting 8 december 1982 en de familie Gooding. Isaacs benadrukte dat recht en waarheid de verantwoordelijke uiteindelijk zullen onthullen. De heropening van het onderzoek is een belangrijke stap voor de familie en de gemeenschap, die al lange tijd naar gerechtigheid streven. De dochters van Goeding deelden hun persoonlijke herinneringen aan hun vader en benadrukten het belang van het blijven zoeken naar waarheid en gerechtigheid. Het onderzoek zal worden voortgezet onder de supervisie van het Openbaar Ministerie om de verantwoordelijken voor deze tragische moord te identificeren en te berechten. Tot slot het weer. Vandaag is het weer overwegend zonnig met slechts enkele wolken in de middag. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 32 graden Celsius, wat zorgt voor een warme dag. Er staat een zwakke wind uit het oosten, die de warmte iets kan verzachten. In de avond zullen er af en toe wolken verschijnen, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar rond de 25 graden Celsius. De wind blijft licht en constant, wat bijdraagt aan een aangename avond en nacht zonder neerslag. Dit is het voor nu, bedankt voor het kijken. Ik ben Abigail voor RTV48. Like en abonneer en dan zien wij u snel weer terug. Tang Boon en een veilige dag toegewenst.